Welkom dames en heren, ik heb dat Austin Power liedje in één keer mijn hoofd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Disney Craft. En dit keer gaan wij sneeuw ruimen. Wat zit onder de grond hier? Hallo? Echt? Ja, grap. Kom maar grap. Ik red je gelijk in deze aflevering een wat doe je? Oh, daar komt ze. Grap, deed het pijn? Sorry. Nou, goed, ze is nu bevrijd. Dat is al echt heel netjes gedaan in de eerste aflevering. Of in de eerste begin van de aflevering gelijk een bevrijding van grap. Ik hoop dat je ongedeerd bent. En ja, daar is een mooi bloemetje in de hand. Ze ziet er goed uit, toch Irma? Mhm, ze ziet er goed uit. Ja, toch. En yay. Ja. Yay. En we zijn hier vandaag met Leroy en zelfs Roby en zelfs Irma. En de hele bende van de Disney Craft Crew. Of de bezoekers. En we gaan het sneeuw wegruimen dus. En ja, sommige dingetjes moeten we met de hand doen. En sommige dingetjes doen we lekker. Inderdaad met wild edit. Kijk eens hoe makkelijk de gaat. En ik dacht, misschien kunnen we die plantenbakjes een beetje aanpassen zo. En dan had ik het idee, als we nou dit eens weghalen. En dan plaatsen we dit stoombrik hieronder. Dan krijg je wel iets heel leuks. Ik kan het even laten zien als ik één plantenbakje doe. Want we kunnen de lantaarnpaaltjes eentje langer maken. Hé, er staat hier een hondje. Hallo hondje. Oh. Het is een bloedhond. Nee hoor. Het is een lief hondje. En dan pak ik hier zo dat ene stukje. En dan pak ik ook dat andere stukje. En dan zeg ik, zet stoombrik. Hè? Zo. En dan wordt het ineens een soort plantenbakje. En dan maken we deze maken we eentje langer. Dus dan maak ik gewoon hier een fans. Zo. Fans. Ja, toch? En hier ook. Doen we hier ook wat van dat stoombrik? Ja, dat doen we hier. En oh. Aan de andere kant ook. Oh, daar staat het al. En dan kunnen we inderdaad aan de bankjes kunnen we aan de zijkant doen. Dat had Leroy voorgesteld. Dat is misschien leuk, omdat dat hier ook zo is, zeg maar, met de prullenbakjes. De jukeboxen. Het ziet er altijd leuk uit. Ik vind de textpack, ik ben helemaal verliefd op de textpack. En die is eigenlijk beetje bij beetje steeds veranderd. Dat vond ik zo leuk. Ja, dat maakt het wel. Het is al sneeuwvrij gemaakt. Oh, heerlijk. Nou, dat wordt niet meer uitgeleid, want we kregen klachten van bezoekers. Nekken, breuken en weet ik het. Het is een kuislag vol. Echt niet normaal was het. Zo, kijk, doen we gewoon hier wat bankjes. Oh, hier zit wel een midden. Nou, daar kan ik dan een prullenbakje plaatsen. Ik snap niet waarom er dan hier geen midden in zit als ik hier een bankje plaats. Dat klopt dan niet met de lantaarnpaaltjes. Er zit niet evenveel plek tussen. Dus wat doe ik dan? Ik ga deze gewoon vervangen. Ik ga er gewoon eentje extra maken. Dan heb je niks gezien. Kijk, dat doe ik vaker wel eens. Dat je gewoon een lantaarnpaaltje eventjes gewoon een beetje verplaatst. Weet je wel, niemand heeft het door. Want het is heel netjes even snel gedaan, zo. Kijk eens. En voor je het weet staat er dan dadelijk een nieuwe lantaarnpaaltje. Kijk eens, Irma helpt gezellig mee. Ik had dat ding wel gezien. Wordt een beetje een lantaarnfaal wordt dit. Ben ik eerder? Yes! Irma, ik was eerder. En de jukebox, ik pak even de pik even snel de jukebox van de zijkant zo. En dan kunnen we die binnen zetten zo. Huppakee, hallo. Hé, Leroy, ben je veranderd, jongen? Hey, zo herken ik Leroy altijd in dat pakje. Ik denk dat pakje ook maar weer gaan nemen, want ik vind dat nog best wel een leuk DC-pakje. Wat? Die soort van jas, die lange gloed van een jas, weet je wel? Dat vond ik altijd wel een heel mooi pakje. Vond je niet? Shelter, ja, maar die was een beetje koud. Want ja, dat wel. De officiële DC-pakje. Dat vond ik wel. Het was wel, je kreeg gewoon een beetje koude theeposten van, vond je niet? Nou, gewoon. Nee, maar klein, maar gewoon een beetje eerlijk zijn. Gewoon een beetje koude tepels. Ja, ik heb nou een driedelig pak. En dat is natuurlijk driedelig. Dus dat is minder koud. Kijk. Oh, ik zie het, ja. Eén driedelig? Ja, dat is een jasje en een overhemd. Ja. En een broek. Oh, zo bedoel je. Ik dacht, je had drie lagen jas aan. Ja, dat ook wel hoor. Maar dat zie ik niet. Nou, terwijl we dit een beetje nieuw. Wat is Irma? Oh, Roby. Er was net iemand en die vroeg van, deze medewerkers starten attractie, maar hij had niet door dat het een nep PC was. Wauw. Wat een schatje. Nou, heb je dat wel gezegd tegen hem, dat hij dadelijk niet de server voor op. Oh, nee, dat heb ik niet tegen hem. Misschien moet je dat zeggen, misschien iets wordt jongeren, krijg je nachtmerries ervan. Maar nou, bij deze is het een mooie les voor in de video, dat het dus niet kan. We hebben niet die mogelijkheid dat de NPC's kunnen bewegen op dat moment. Het zou wel leuk zijn. Ja. Wel makkelijk zijn ook. Ja, inderdaad. Maar we hebben de VIP's ervoor, hè, voor attracties eigenlijk. Dat is waar. Dat is zeker. Wauw, een vliegende prullenbak. 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 Nou, halen we van weg zo. Kijk eens. En lantaarnpaaltjes maken gewoon iets langer. Nou, dat ziet er wel leuk uit.
Ja. Ziet het er leuk uit? Ik zal deze nog even verwijderen. Ja, ik weet het, Stefan. Dat kan niet, inderdaad. Ik weet dat Willy Wortel altijd uitvinding hebt. Misschien weet je een uitvinding voor deze bank, Stefan. Hè? Ja, misschien wel. Gewoon een zwevende bank. Dat als iemand er naartoe loopt om te willen zitten, dat hij dan automatisch naar beneden gaat of zo, hè? Dan kunnen we alsnog laten zweven. Wat is een rondje? Het lijkt een beetje op Snoop Dogg. Ja, dat vond ik wel een beetje. Het sneeuw is hier sneeuwvrij, dus mocht je hier komen aan de achterkant, hallo, dan kan je in ieder geval niet uitglijden over het sneeuw. En ik heb het wel ontzettend naar mijn zin gehad tijdens de wintermaanden, hoor. Vooral met jullie allemaal. Ja, nee, echt zeker weten. Ballonnetjes. Ja, zullen we die ook weghalen, die ballonnetjes even? Zo. Nee, die gingen we andere kleurtjes geven. Oh, is dat zo? Oeps. Ja. Nou, dat komt wel dan. Sorry. Sorry, we bemoeien ons niet met die dingen. We hebben het toen met de verjaardag hebben die gehangen. Ja, die zijn nooit meer weggehaald eigenlijk. Dan, ja. Oh, hier is nog wel sneeuw. Hoor, anders moet je die allemaal nu. Ja. Was sneeuw. Ik zal de wereld opnieuw laden, want in één keer, kijk, zag je het? Het gebeurde ineens. En misschien kan Leroy een toverspreuk zeggen, want die Leroy kan namelijk heel erg snel dit gebied helemaal sneeuwvrij maken. Dat is heel makkelijk. Ja, via het pad dit naar Dukstad bedoel je? Nee, hier zo. En ook het gebied voor de ingang. Moet je kijken, want dit allemaal met de hand doen. Jeetje, wat een werk. Krijg je echt een kromme rug van, hoor. Kijk, hier kunnen we dat wel weghalen. Kijk, die sneeuw zo, huppakee. Mijn geluid staat trouwens een beetje zacht. Maak je gaten? Maak ik gaten? Ja, je maakt heel veel gaten. Oh, excuus. Dat kan toch niet, hoor. Kijk eens, dat ging snel. Moet je kijken. En deze kassa, u heeft betaald. Oh, het staat er ook, hè? Als je dus betaalt, dan staat er van, kijk, betaald. U heeft betaald. U mag naar binnen. Gaat u maar naar binnen. Hier is het allemaal sneeuwvrij. Hieronder zit nog een heel sneaky sneeuwvlekje. Echt heel onder de lantaarnpaal. Ik weet niet hoe het er is gekomen. Kijk, en Roy sloopt ook gelijk een hele iron bar. Dat zag ik al stiekem. Ja, ja, dat was ja echt, hè? Ja, oké. Okay. Nee, okay. Oh, en ik sloop nou een lantaarnpaal. Is dat zo? En hier zit iemand in de vloer. Hallo, zal ik jou even helpen? Als jij mijn hand vastpakt, dan gaan we er samen komen eruit. Nou, hier zo. Ja, die is gevloerd, hè? Door al dat sneeuw. Kom, pak mijn hand. Pak mijn hand. Ja, kom. Nee, loop. Stilstaan. Stilstaan jij. Kom op. Pak mijn hand. Nee, kom op. Kom. Ja, ja. Goed zo. Hè, goed. Ik zei het al. Ja, eigenwijze dino. Ja, eigenwijs. Nou, we zien hier. Het is trouwens 7:30. Dat is een mooie tijd, zeg. Sneeuwruimtijd. Vind je niet? Hallo, Kermit. Absoluut. Hier een medewerker. Wij mogen hier naar binnen. Kijk, hier niet. Hier is dicht. Maar waar de medewerkers staan, kunnen wij naar binnen. Kijk eens. En wat een hoop sneeuw. En ook gele sneeuw. Robby, dit mag jij opruimen. Nee, dat is niet mijn werk. Wie zijn werk dan? Jij, poepschepper. Ik ben geen poepschepper. Dit is geen poep, hoor. Vincent. Nou, ik zal het weghalen. Wacht, het stinkt ook een beetje, hoor. Plas. Ja, plas. Flamingo's weer van Robben. Nee, niet doen. Ik doe niks. Oh, magische toverspreuk. Ik zeg niks. Kijk, ik kijk daarboven. En dan zegt Leo de magische woorden. Let op. Nou, als mijn magische woorden het doen, hè? Dat is nog niet zeker. Dus oké, daar gaan we even vanuit dat het hopelijk wel lukt. Kijk, want normaal, ik ga omdraaien dadelijk en dan is alles weg, hoop ik. Sneeuw is al op een, sneeuw is weg. Sneeuw is weg. Mag ik kijken al? Ja hoor. Ja? Wow! Wonderbaar. Behalve hier. Dat moeten we met de handen doen, maar dat is onze taak. Wij zijn de sneeuwschuivers. Ja, daar zo komt het nog, ja. En als je per ongeluk iets verkeerds doet, hè, dat je... Kijk, oh! Wat doe je? Nee. Zo. Dat zag je niet. Dat zagen we. Sorry. Hij ligt weer onder de lantaarnpalen. Zo. Weg. En hier onder de hoekjes, hier moet ik nog wel even netjes weghalen. Zo. Kijk eens. Nou, dit is een stuk ruimer. En mogen wij nu ook dit beestje, deze vogel, mogen eindelijk gaan bevrijden. Want die zit echt maanden alvast in de ijs. Echt zielig. Ja. Dus we mogen ook dit chocolade, gaat ook weg. Oh. Helaas. Ja, de medewerker, je bent ontslagen. Weg jij. Hij heeft heel weinig omzet, hoor. Dat ijs ga ik nu zo weghalen. Echt waar? Okay. Oh, dat wordt magisch ook weer. Want dan kan het eentje dan eindelijk weer normaal gaan zwemmen. Ja, want hij heeft niet gebroed. We hebben eentje die heeft gebroed. Ja. Eén eentje, maar hij heeft niet een broedplekje kunnen vinden hier in het meer. Ik ben benieuwd. Robby, gaan we nog even schaatsen voordat het ijs verdwijnt? Arme leeuwen. La 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 la. Oh, er zit iemand onder het ijs hier. Ja, kijk nou. Ik heb heel de winter gezeten. Oh. La 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 la. Ik had het niet eens gezien, joh. Ik ben benieuwd wanneer... wanneer... Okay, we gaan iedereen door het ijs laten zakken. Ja, is goed. Oh nee. Oh jee. Ik hoop dat ze kunnen zwemmen. Oh, ik kom... Oh! Wow. Wow.
En je mag ook geen schaatsen meer, dus dat gaat er ook weg, jongens. Wat zonde. Koop hier in het Disneycraft menu. Zo, we hebben het weggehaald. Gaat de schaatsen allemaal weg. Zo. Een schaats. Jammer, de bammer. Jammer, de bammer. De schaatsbaan is het nu een zwembad. Ja, inderdaad. Nou, ook niet, Irma. Want dan moeten al die mensen weer een droog pak laten geven en zo. Dat is allemaal zo'n gedoe. Ja, te veel gedoe. Ja, te veel gedoe. Te veel gedoe. En nou, hier is het aardig sneeuwvrij. We zijn aardig goed op weg, joh. En hier staan onze grote vrienden Chip en Dale, oftewel Knabbel en Babbeltje. En volgens mij was Babbel altijd een beetje de domme, of was dat niet? Was dat Knabbel? Ik weet het niet eens meer. Weet je het? Wie was nou die domme? Was dat... Ik weet het echt niet. Volgens mij die ene met die rode neus was de domme. Ja, maar wie is dat? Wie had dat? Knabbel en Dale. Ik weet het niet meer. Wacht. Ik weet het niet. Ik ga trouwens de magie in de mainschiet weer proberen te doen, ja? Oké. Ik ga de magische woorden zetten met mijn hakbel. Dat doe je met een hakbel, hè? Zet je magische woorden. Er zit trouwens er zit een NPC in de grond. Heb je iemand gaten gemaakt? Of is het, er zit iemand in de attractie. Oh, er zit iemand in de... Oh, wat leuk. Er zit iemand in de attractie. Wat grappig. Oh, wat leuk. En wat Duffy. Duffy staat hier ook. Oh, Duffy. Nou, het spijt me dat je hier in de kou hebt gestaan zonder een broekje aan. Het is wel een beetje triest, hoor, hè? Maar hij heeft het wel overleefd. Het was ook een beetje een test. Goeie test. Nou, Roy is daar aan het sneeuwschuiven. En ik denk dat het ook wel weer een beetje kaler oogt in het park. Maar ook wel weer een beetje makkelijk. Want heel veel mensen hadden en natte voetjes. En die bewogen ook helemaal niet lekker in de sneeuw. En nu zijn wij er dus voor om dus dat jullie wat beter kunnen bewegen in de sneeuw. Heerlijk. Dat is ook veel beter, hoor. Hè? Want ik mag je best zeggen, ik verlang nu alweer naar de zomer. En het is raar, want normaal in de zomer heb ik heel snel dat mijn pc uitvalt. Omdat het dan te warm wordt op mijn kamer, omdat de zon altijd in mijn kamer schijnt. Maar dan wordt mijn pc te warm en dan valt mijn pc ook gewoon uit door de hitte. En ja, daar kan ik zelf niks aan doen. Dus in de zomer kan ik gewoon wat minder lang mijn pc aanhouden. Dat vind ik niet erg, want dan kan ik gewoon lekker series gaan kijken. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Of ik ga naar iemand toe op bezoek. Of we gaan met Robbie in het zwembad liggen. En ja, dat zijn dingen die gewoon heel lekker zijn. En zo, kijk eens hoe snel dat gaat. Het snel schuimen. Als wij deze prachtige pickaxe niet hadden, dan hadden wij heel erg veel hernia gekregen allemaal. En dat is niet de bedoeling. En zo zien we ook de paden veel duidelijker, want soms dan, ja, dan was het zo van, ja, mogen we daar wel heen? Of lopen we nu op het gras? Maar ja, dat maakt ook niet uit, want er ligt toch sneeuw. Dus dat is dan toch niet erg, toch? Hé, Emma? Nee. Nee, dat is helemaal niet erg, maakt niet uit. Ja, Kenny. Kenny helpt mee met het sneeuwschuiven. Ik weet het, Kenny. Heel lief dat dat beertje ons zou meehelpt. Kenny cool. Maar je zou zeggen, ja, de zon schijnt net niet fel genoeg dat hij het weghaalt in de server. Dus wij moeten alles met de hand gaan doen. Dat is toch wat? Ja, Sen heb ook mee. Ja, en Grap die zit te kijken natuurlijk. Maar Robbie doet het altijd. Ja, Robbie doet het ook goed, hoor, Grap. En Kenny en Michel en Ramon, hier zie ik ook. Ja, Robbie doet het ook heel goed. Kan je lachen. Huh? Staat ze weer met de voet in de sneeuw, kunnen we weer lachen, jongens. Ja. Nou, zeg. Wat is er? Is dat niet goed? Nee. Maar ik kan je wel zeggen, er heeft een hoop sneeuw gevallen hier in het park, hè? Een hele hoop sneeuw. Dat zeker. Zo. Maar ik weet ook, ja, ik weet natuurlijk mensen dat er een command is dat je het sneeuw kan laten smelten. Dat weet ik. Maar dat is niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Het is gewoon gezellig om zo ook langs het park te gaan. Want dat gaan we ook dadelijk nog in de volgende aflevering doen. We gaan namelijk verder met het sneeuwschuiven. Maar we gaan ook weer lekker langs de oldschool attracties. Om te kijken van wat kunnen we nou zeggen over deze attractie. Want het is misschien wel geschiedenis, hè. En misschien kunnen we ook wel geheimpjes vertellen over de toekomst van zo'n attractie. Hè? Oh. Dat zou natuurlijk ook gaaf zijn. Oh. Ja. Want ja, wie weet gebeuren er wel weer dingen met Constantine dit jaar. Of ik noem maar iets, hè. We weten het allemaal niet. Nee, we hopen het ook niet. Want we zijn nou nog aan het onderhandelen of hij in de gevangenis kan komen in Disneycraft. Want ja, we willen sowieso dat hij natuurlijk wel afstand neemt van Disneycraft. Maar het is natuurlijk ook leuk voor mensen dat ze gewoon wel een keer een bezoekje kunnen brengen aan Constantine. Maar ik ben altijd zo bang dat er dan iets fout kan gaan en dat het dan weer... Ja, de map wordt gesloopt of er gebeurt weer iets of de lever wordt weer kwijtgemaakt. We hebben in ieder geval geen levers meer. We gaan het ook niet meer doen met levers. We hebben ons lesje geleerd. We gaan dat niet meer aanraken. Nou, nu doen we met buttons, hè? Ja, nu doen we met buttons. Weet je. Nou, in de volgende aflevering gaan we zeker verder met sneeuwschuimen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan gaan we het hele plein gaan we helemaal opschonen. Dus ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. En dan gaan we dus ook langs attracties.
En daar gaan we er gewoon een stukje over babbelen. Dat lijkt me heel gezellig. Bedankt Leroy, bedankt Robbie, bedankt Irma voor het sneeuw schuimen. En natuurlijk de bezoekers van Disneycraft. En tot de volgende aflevering in... De Sneak 12. Yeah! Doei! Doei! Doei.